Hoi iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Shopping Center Overvecht. Mijn naam is Julian en vandaag zal ik langs het wijkbureau Overvecht lopen om daar wat pakketten af te leveren en wat mensen blij te maken. Dus ik zie jullie zo bij wijkbureau Overvecht. Oké, we zijn dus aangekomen bij wijkbureau Overvecht en we zullen nu de pakketten afleveren. Ik heb 3 dames meegenomen die nu stage lopen, die zijn nieuw en die hebben mijn handje geholpen om de pakketten hier af te leveren. De mensen bij het wijkbureau waren weer heel blij met de pakketjes. Ze waren alleen helaas niet op de camera, maar dat geeft niet. We hebben ze gewoon binnen afgeleverd en we zijn daarna gewoon weer weggegaan. Dus ik heb iedereen weer blij gemaakt bij het wijkbureau Overvecht. Oké, iedereen, ik zal nu even langs de Ula Popken lopen. Ik ben bijna aangekomen bij de Ula Popken. Misschien hebben ze zelf ook al wat acties opgezet. Dan kan ik die ook even toelichten. Dus ik zie jullie zo. Tot zo. We zijn aangekomen bij de Ula Popken in het shoppingcenter Overvecht. En ik heb een aantal vragen voor de medewerkers hier. Willen jullie zelf eerst eventjes voorstellen misschien? Ik ben Jeanette, filiaalleidster van Ula Popken. Ik werk hier al 20 jaar. Toevallig donderdag jubileum. Doe maar. Ja, is geen 1 april grap, is dus echt waar. En mijn assistent Leni, die al bijna 5 jaar hier werkt met heel veel plezier. Nou, dat klinkt heel goed, heel leuk dat jullie al 20 jaar hier in het vak zit. En 5 jaar is ook niet niks. Zeker. En ik zag buiten dat je zeg maar ook lid kan worden, een lidmaatschap kan aanvragen hier bij de winkel. Ja, middels de klantenkaart. Gratis klantenkaart en dan krijg je de catalogus in huis en verjaardagskorting en leuke acties worden daar meegedaan ook. Dus ja. Oké, dus dat zijn de voordelen zeg maar van het lidmaatschap. Precies. En is dat voor iedereen zo aan te vragen? Ja. Ja. Oké, zeg maar alleen wat gegevens invullen? Ja. Ja, doen wij meestal hier. Dan hoeven de mensen het niet zelf te doen. En dan krijg je ook gelijk de kaart mee. Hoeven ze ook verder zelf niet te activeren. Wordt allemaal gedaan. Oké, heel fijn, heel fijn. En ik zag dat jullie ook doen aan private shopping. Kunnen jullie misschien uitleggen hoe dat ongeveer werkt? Hoe je je zeg maar, kunt aanmelden en hoeveel mensen er tegelijk in de winkel mogen shoppen? Nou, gewoon bellen. 030-2611-266. En dan maken we een afspraak van minimaal 1 uur. En ben je eerder klaar? Nou prima, dan ga je eerder weg. En denk je langer nodig te hebben, dan plannen we wat langer. En wat hebben we daar nog meer bij? Private shoppen. Alle aandacht krijgen ze toch wel, denk ik normaal. Ja. Nu nog wat meer, want de deur zit natuurlijk in principe dicht. Precies. Max 4 mensen. Ja, max 4 mensen. Okay. En dan met ons erbij natuurlijk. Totaal 6 dus. En mondkapje afstand houden en handen doen bij binnenkomst. Alle coronaregels. Dus helemaal goed geregeld, ja. Nou, dat is helemaal super. Oké, ik ben ook aangekomen bij de toiletten in het shoppingcenter Overvecht. En je kan hier, kijk, dus de toiletjuffrouw Brenda. Hi. Je kan voor 60 cent gewoon naar de toilet. Kijk maar. En tegenwoordig wat nieuw is dat je ook kunt pinnen. Dus dat betekent dat iedereen gewoon naar de wc kan. Er zijn geen excuses, dus je gaat gewoon maar met een lege blaas naar huis toe. En liever vooraf betalen. Oh ja, en liever vooraf betalen. Dat is wel een goed dingetje. Dus allemaal gewoon netjes betalen. Bedankt voor het kijken naar de video. Vergeet niet te liken en te abonneren. En tot volgende week. Doei!